Zoals jullie inmiddels weten zijn we bij Autoweek niet vies van een avontuurtje. Dus ben ik hier in de Franse Alpen met 6 cabriolets. Het is maar waar je zin in hebt. Maar goed, hoe goed bevalt dat? Dakloos naar de sneeuw. Ons wagenpark is behoorlijk divers. De vernieuwde Volvo C70, de gefacelifte Mazda MX-5, de Peugeot 308 cc, een dakloos Audi A3'tje en, je zou het niet verwachten dat dit een cabrio is, maar de Jeep Wrangler Unlimited. En een stukje Hollands glorie, de Saab 9-3 cabriolet. Nou ja, Hollands, het blijft natuurlijk gewoon een Scandinavische auto. Maar met dat drielaags dak zou dit zomaar eens de ideale wintersportcabriolet kunnen zijn. Om even met de Saab te beginnen, volgens zijn makers is dit de 4-seizoenen cabriolet. Nou inderdaad, hij is lekker warm met die stoelverwarming en hij rijdt redelijk comfortabel. Maar je begint toch wel te merken dat deze auto achter de feiten aan begint te lopen. Zo tordeert hij behoorlijk, dat zie je aan die trillende voorruit. En ik hoor toch ook behoorlijk wat windgeruis door die zachte kap. Ja, want deze 308cc is met zijn harde kap bewonderenswaardig stil. Waar je in de Saab luid en duidelijk vrachtwagens voorbij kunt horen komen op de snelweg, merk je er in deze Peugeot bar weinig van. Ook lekker is dat systeem in de voorstoelen. Hij blaast hete lucht in je nek en zeker met de kap open is dat meesterlijk. Tja, en wat dat windgeruis betreft, dat merk je in de Audi ook wel. Toch een teken dat de zachte cabrio-kap nog steeds nadelen kent. Maar voor de rest is de kleine A3 cabriolet helemaal geen verkeerd autootje. Hij is veelzijdiger dan je denkt. Tja, als je veel skis te vervoeren hebt, moet je absoluut deze Jeep hebben. Echt een enorme bagageruimte. Het leuke is, met een beetje torxsleutel heb je binnen no time die hele kap eraf. Plus deze panelen kun je er ook afhalen en rij je zo in de buitenlucht. Gaaf. Plus, sneeuwkettingen vindt dit ding voor mietjes, want met die banden en 4WD rij je echt moeiteloos over deze pas heen. Kijk, dit is nog zo'n voordeel van een stalen klapdak. Je kunt er magnetische skidragers op zetten. En dat scheelt natuurlijk weer ruimte in het interieur. Eén nadeel, omdat het dak van de C70 zo bol is, kun je ze er zo van aftrekken. Op platte daken blijven ze wel muurvast zitten, maar bij deze Volvo moet je ze dus even in de gaten houden als je onderweg een bakje koffie gaat doen. Kijk, zo staan ze een stuk steviger. Maar even zonder gekheid, Volvo heeft de C70 voorzien van de nieuwe familieneus en het is nog steeds een erg veelzijdige cabriolet met opvallend veel binnenruimte. Fijne 5-cilinder in de neus, hiermee kun je heel ontspannen naar de wintersport. Ja, ontspannen is het niet echt in deze vernieuwde MX-5 hoor.
want ook op zijn winterbandjes glijdt hij in dit landschap alle kanten uit. En ja, ik moet wel open rijden, want ja, ik pas er dus niet in. Maar ja, jullie horen me echt niet klagen, want dit landschap, achterwielaandrijving en de stoelverwarming op standje sambal, wat een leven.